De wind waait flink op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. Excelsior Maassluis tegen de Dijk. Dit is Vink. Goeie bal richting Jeremy Moreno. En Moreno ziet Verhoeven in een stukje niemandsland staan. En de doelman van de Dijk wordt geschaakt door Moreno. 28 minuten gespeeld dan. 1-0 voorsprong voor de thuisploeg Maassluis. En hier de gelijkmaker. Fout van de doelman van Leeuwen. En El Gouari scoort vlak voor rust de gelijkmaker. Dan nog dit moment. Dit is Derks. We zitten dan inmiddels in de tweede helft. En de overtreding is er van Verschragen, de aanvoerder. En Derks vanaf 11 meter voor de 2-1. Derks. En die schiet hem huizenhoog over. En zo blijft het dus 1-1. Het wordt uiteindelijk toch 2-1 via deze goal van Daan Smit. De centrale verdediger scoort in de 54e minuut dus de belangrijke goal. Dan nog wat rode kaarten. De eerste is deze. Scheidsrechter Blank ziet hier rood in. De overtreding van Tayeb. En Tayeb kan dus vroegtijdig de kleedkamer opzoeken. En in blessuretijd krijgt El Gouari ook nog zijn tweede gele kaart. En dus ook rood van scheidsrechter Blank. Maar de 3 punten zijn voor de ploeg van Jeroen Rijsdijk. En dat wordt gevierd in Maassluis.